Jesseling Kuipers en Nadia Kolen spelen al vanaf de eerste gevormde selectie bij PSV Vrouwen. Naast voetballen werken ze ook samen en zijn ze ook nog eens vriendinnen. Je zult toch zeggen dat ze elkaar door en door kennen. Tijd voor een quizje. Ik begin bij Nadia. Ben je er klaar voor? Nee. Tegen welke club maakte Jesseling haar PSV-debuut? Zo. Dat is wel echt lang geleden. Ik denk. Heerenveen. Heerenveen. Ik ga meteen even naar jou, Jesseling. Tegen welke club maakte Nadia haar PSV-debuut? ADO. Zeker heb jij dat opgezocht, hè? ADO Den Haag. Dit is hij opgezocht, weet ik zeker. Dat is toen de eerste wedstrijd van PSV net. Jij hebt het gewoon opgezocht. Nee, maar luister, dit was gewoon voor beide ADO Den Haag voor jullie, hè? Ja. Het was jullie eerste uitwedstrijd. Ik heb geen idee meer. Had je moeten weten. Ik weet dat zij het heeft opgezocht. Weet het gewoon. Nou goed. Zo goed ken ik het dus. Tweede vraag. Jesseling, van welke amateurclub komt Nadia? Geleen. Nadia, van welke amateurclub komt Jesseling? Zand. Hey, goed. En Nadia, jij komt van? FC Geleen-Zuid. Kijk. Nou, Geleen. Ja, was, ja Geleen. Dus. Ja, het is Geleen-Zuid. Ja. Ja, maar het is ook SC het Zand. Ja, dat wist ik ook wel. Nee, maar dat heb je niet gezegd. Ja, maar dat wist ik wel. Ja. Zand. Ik was gewoon zo overtuigd van mijn antwoord. Jullie hebben het allebei goed. Yes. Allebei een puntje. Oké, op hoeveel competitiewedstrijden staat Nadia? Nee, dat vind ik echt een eerlijke vraag. Zo niet! Jullie zijn super goed gebriefd. We gaan een quiz doen over elkaar. Je had echt gewoon de boeken erbij kunnen halen. Ja, maar Kim heeft het afgelopen week al 6 keer gezegd. Oké, Jesseling. 199! Nadia? Hij is niet bijgewerkt. Nadia? Ja! Nee, joh. Jawel! Ja. Nee, dit is echt, alles klopt er niet. Ik heb het volgende week gemaakt waarschijnlijk. Oké, en jij? Of van Jesseling? Het is een kloppen. 228. Klopt het? Van Nadia klopt het, ja. 199. Ja, en van jou? Weet je het niet van jezelf? Nee. Oké. Okay. Nou, in deze... Dat is correct. Hier staat competitiewedstrijden, dames. Ja, ja, ja. 197, 167. Oh, maar dan tellen de beker en de Champions League en zo. Ja. Nee. Oh, maar dat klopt dus wel. Precies. Nou, jullie hebben het allebei fout. Oh, ik heb allebei een puntje. Jullie hebben het allebei fout, want dit is heel accuraat. Ja? Dan weten jullie dat. Nadia, hoeveel competitietreffers maakte Jesseling voor PSV Vrouwen? Competitietreffers. 18. Oké, okay. Jesseling? 34. Wat? Weet je dit gewoon? Lees het. Nee. Klopt het? Nee. Is het een gok of niet? Dit was een gok. Dat is 34. Dat is echt goed. En jij zei 18, ja. Hè? Nou, ze onderschat je. Ja, je hebt er 30 gemaakt. Ja. Wie is volgens Jesseling de beste voetballer en de beste voetbalster ter wereld? Jesseling is de... Ik denk Vivianne Miedema. Een voetballer? Oh. Ja, ook. Ja, Messi. Ja, klopt dit? Deze vraag heb ik gewoon nog nooit gehad. Nee, dat klopt. Nee, ik vraag aan jou, klopt dit? Eerlijk antwoord. Messi is inderdaad wel een hele goede voetballer. En ja, dat is een van de beste. Hij heeft ook de gouden schoen gewonnen, dus laten we maar gewoon zeggen dat hij de beste is. En vrouwelijk, ja nou ja, Vivian is natuurlijk gewoon een hele goede speelster. Dus... Ja, maar de beste, hè? Als ik jou die vraag zou stellen, zou je dan zeggen dat klopt? Ja. Oké, lief. Nou, andersom. Robin van Persie. En... Ik denk niet dat jij daar heel veel kent. Netjes.
Klopt dit, Nadia? Ik wil gelijk terugkomen op de vraag, Justin Kuipers. Ja, natuurlijk. Ja, dat is gewoon, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar ja, als ik kijk naar de Robin van Persie, dan denk ik toch dat ik eerder voor Rufus Nistelrooy zou. Oh ja, inderdaad. En dat had je kunnen weten. Ja. Nou, die loopt hier nog rond. Nadia, voor jou een punt. Dus even hè, voor jullie, ik kom nu met vragen waarvan ik het antwoord niet weet. Ik wou al zeggen, ik heb het nog nooit. Dus, en ik wil wel graag gewoon eerlijkheid, dames. Ja? Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja. Wat is absoluut geen talent van Nadia? Geen talent. Nou ja, ik weet in ieder geval dat ze. Dat ze niet van water houdt. Dus dat ze ook niet van zwemmen. Dus dan zwemmen. Correct. Ja. En ik weet dat er bij Jess ook is zwemmen. Want we hebben altijd dieke discussie. Ja, jullie hebben ook over zwemmen. Ja. Dat jullie dat niet willen. Verschrikkelijk vinden. Waarom? Ja, ik haat het gewoon, die kou en in het water. En ook in warm water aan de ruiten. En dan heb ik het koud en dan wordt mijn haren en dat is spetter. Nee, verschrikkelijk. Moeten jullie zwemmen ook voor voetballen? Nou, soms wordt er wel eens geopvoed. Ja, soms wel eens geopvoed als teamuitje bijvoorbeeld. Nee. Laten we gezellig gaan zwemmen. Geen optie. Nee. Het zit hoog, hè, dames. Ja, ik zie het. Water is. Ja, degene die wint overigens krijgt een abonnement bij de zwemschool. Ja, Jess staat 3-0 voor, toch? Oké, wat voor een beroep zou Jesslyn hebben uitgeoefend als voetballen niks zou zijn geworden? Ze zou zijn gaan fietsen. Wielrenster. Ja. Klopt dat? Nee, dat denk ik niet. Nee. Fout. Andersom. Nadia is al in de sportschool gewerkt hebben. Ja. Ja? Correct? Ja. Dus je bent echt van het sporten? Ja. Wat zou jij gedaan hebben? Ik denk dat ik iets met dieren gedaan had. Oké. Okay. Waarom? Vond ik dat leuk. Ik hou wel van dieren, ja. Dat was jouw droom vroeger? Om iets met dieren te doen? Nou ja, het is wel, ik vind dat gewoon heel leuk. Nou ja, dieren is wel alles voor jou. Ja. Ook. Nou, als ze al... En door je spin ziet, dan is het traan al over de wang. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dan worden wij geen vriendinnen. Nee. Oké, okay, als Jesslyn een dier zou zijn, wat zou ze dan zijn en waarom? Een hond. Ja. Want ja, ze is gewoon helemaal gek op honden. En nou, als ze thuis komt, dan gaat ze heel de stem verheffen om die hond blij te maken. Dus. Ja, ook gaat dat? Ja, we weten niet op elkaar. Nee? Oké. Okay. Maar je hebt een hond? Ja, ik heb een hond. Oké. Nou, en dat was goed? Dat is zeker goed. Andersom? Een kat. Ja, ze hebben heel veel katten thuis. En ik denk, ze krijgt ook vaak met kerst, als we dat met het team doen, krijgt ze kattenspeeltjes. Omdat ze dat gewoon zo leuk vindt. Maar even, je kan alles zijn. Elk dier. Ja. En dan kies je gewoon een hond en een kat. Ja, dat is toch geweldig? En dan moeten die ook, die hond zou dan het beste zijn als die gewoon wel bij mijn huis is. Want dan weet ik gewoon dat het goed verzorgd wordt ofzo. Want ja, je weet nooit hoe. Ja, nee, ik bedoel, je kan kiezen dat je een olifant bent en dan kies je alsnog dat je een kat wil zijn. Een kat, hè? Ja, dat vind ik ook wel eens. Nee, oké. Okay. Het gaat hartstikke goed hier. Oké, okay. Aan welke wedstrijd bewaart Jesslyn de beste herinneringen en waarom? Die wedstrijd moet ook echt specifiek zijn. Welke wedstrijden? Ja, dat is de vraag. Ik denk, als ik heel goed nadenk, ergens een van de laatste wedstrijden bij VVV. Toen je scoorde. Maar tegen wie dat is... En waarom was dat? Ik denk dat Jess... Toen ook wel een hele, toen was ze heel jong, maar wel echt een van de belangrijkste speelsters in het team. En ze zorgde er wel voor dat het team beter ging draaien. En ze heeft toen wel op zo'n jonge leeftijd een heel goed seizoen gedraaid. Dus ik denk dat ze daar wel hele goede herinneringen aan heeft gehouden. Oké, okay. Nou klopt het. Het was inderdaad wel een hele mooie wedstrijd. Maar ja, ik heb er wel ook het EK bijvoorbeeld die we toen hadden gewonnen. Dat was ook wel echt iets speciaals met Nederlands elftal. Maar die wedstrijd die Nate omschrijft, een bekerfinaal die we uiteindelijk verloren tegen ADO Den Haag. Ja. Ook daar heb ik echt hele goede herinneringen aan. Ook al verlies je die, maar ik was jong, 2 keer gescoord. Ja. Ja, wie wil dat nou niet als je zo jong bent? Nou, zeker. Maar het wel EK.
Ja, ik denk ook dus, op EK's. Ja, daar win je echt die prijs. Het is fout, Nadia. Sorry. Maar ik zat wel goed. Je zat hartstikke goed. Je hebt het goed geprobeerd. Ja. En denk anders... gewoon te moeilijk. Ja. Denk gewoon te moeilijk. En andersom? Wat denk je ook? Ik denk dat het ook van Nederland zelfs al op het EK was. Toen jou, misschien jouw eerste EK die je toen meemaakte tegen Spanje. Nou, wel leuk geprobeerd, maar... Dat is niet. Het echt heel gaat goed niet heel goed met de quiz, jongens. Nee. Ik denk dat het hier was tegen ADO Den Haag in de beker. En toen kwam ik, stond er 2-0 achter en dan kwam ik in de 75ste meter in. En toen scoorde je 2 keer. Ja. En toen hadden we een verlenging eruit. Ja. Netjes. Ja. Dat snap ik. Ja. Dat zijn de wedstrijden. Precies. Ja. Maar het was wel leuk geprobeerd. Nou ja, dat was ook wel een top, zo'n speciale wedstrijd toen. Klopt. Dat was inderdaad wel tegen Spanje. Ja, hè? Ja. We weten het wel. Ja. Maar ze zeggen gewoon anders expres om mijn punten af te snoepen. Nee, mijn hoofd gelijk kwam. Ja. En wat er in haar hoofd zit is het meest belangrijk. Ja, dat weet je. Daar gaan natuurlijk ook de punten. Ja, het is een hele gekke puntentelling. Ja. Oké. Okay. Komt-ie. Wat is Nadia's grootste blunder op het veld? Ja, jij weet hem al gelijk. Als je een keer gevallen bent? Denk aan profzijde, toen we daar getraind hebben. Dan ben je daar toen wel gevallen? Uiteindelijk. Hij is eigenlijk gevallen. Nee, het duurt te lang. Wat gebeurde er? Ja, toen ik die bal voor me achter op mijn voetvolley wilde wegtrappen en mijn eigen hersenpan in de omver. Ja, tegen eigen gezicht aan trapte. Ja, en dat toen neerknalde op de grond. Tegen eigen gezicht aan knallen? Ik wilde iets heel moois doen. Dus ik wilde achter me staan, over me heen wilde ik die bal. Maar ze is zo stijf als een haring. Dus ik knalde die bal tegen me. Haar hoofd blijft zeg maar ook gewoon hangen, terwijl. Dus, nou, dat achtervolg je nu nog. Gaat het allemaal goed? Ja, verder. Ja? Dat vraag zit er niet allemaal in je hoofd. Nou, schrikkelijk. Oh, mooi. En andersom? Ik denk hier op veld 6 dat Jess kwam ze net terug op haar eigen poten viel. En dat Rick heel serieus wilde blijven, maar dat Jess echt niet meer serieus kon blijven. Maar ze bang was eigenlijk dat Rick dan misschien iets zou zeggen als ze bleef lachen. Omdat ze natuurlijk net terug was. Dus ik denk dat. Ja. Ja? Ja, dan moet ik toch eerlijk bekennen dat het inderdaad wel zo is. Dus ja, dan heeft ze nou een punt. Ja, dan heeft ze een punt. Ja. Oké. Okay. Maar ik wil in ieder geval nog eventjes weten van jullie wat jullie nog samen willen bereiken in Eindhoven. Kampioenschap. Ja, ik wil wel samen nog prijzen pakken. Dus jullie gaan niet eerder weg? PSV, voordat jullie dat samen... Dat kan ik niet beloven. Voordat jullie samen kampioenschap hebben. Ik probeer hem even. Wanneer jullie dat voor elkaar krijgen? Nou ja, door in ieder geval heel veel punten te pakken. En natuurlijk moet je met team doen. Dus iedereen ook voor datzelfde doel laten vechten. Ja. Ik hoop ook zeker dat we echt een keer samen een prijs pakken. Vorige keer bij de bekerfinale was Jess natuurlijk geblesseerd. Dat vond ik wel heel... Nou ja, je bent eigenlijk nooit geblesseerd. En dan speel je voor een prijs en dan win je hem. En dan is net dan de eerste echte blessure wat je in je leven hebt. Ja. Dus alleen daarom zou ik wel hopen dat we echt nog samen een prijs kunnen pakken. Dat we wel echt samen doen. Ja. Ik wens jullie daar heel veel succes mee. En ook veel plezier. En met elkaar. Maar dat gaat denk ik vast wel lukken. Dat denk ik ook wel. Nou, ik kan wel concluderen dat als we het over de punten hebben. Nou, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Het ging een beetje gelijk op. Jullie kennen elkaar goed genoeg. En ook weer niet. Jawel, jullie kennen elkaar fantastisch. Ze hebben allebei gewonnen. Jullie hebben het kampioenschap van de Mediquiz gewonnen. Yes. Yes. Yes! We hebben toch samen een prijs gepakt. Gefeliciteerd, dames. Dankjewel. Succes. Dankjewel.